Welkom dames en heren bij een gloednieuwe aflevering van Disneycraft. Ik hoop dat jullie weer hierop hebben gewacht dat we met Kroebeer en Leroy samen door het park gaan om te ontdekken. Gezellig. En nieuwe plekjes te kunnen ontdekken, hopen we. En we staan hier, we hebben vorige keer de Disney Gardens gedaan, even relaxen. Leroy heeft even een dutje gedaan en we gaan weer veilig verder. Want, Leroy... Er komen steeds meer mensen bij ook, hè? Het wordt steeds het drukker hier. Een gezellige drukke boel. En groupie love hier. Ja. En Leroy... Ja. Een vraagje, Space Mountain, gaan we die doen? Of zeg je van, ik wil even rustig aan. Het is een ruige attractie natuurlijk. Ik heb net wat friet gereten, dus ik denk niet dat ik dat aan ga kunnen. Oké, nee, dan gaan we het overslaan. Ja, het nee, ja, maar oké, okay, ja, maar ik had ook zoiets van, doe jij het niet, dan hoeft het voor mij ook niet per se hoor. Want, nee. Nee. Nou, ik zie hier een paar dingen. Zie je de Lion King Atlantica, een attractie die misschien nu al open is of nog dicht. Dat is even... Hij gaat wel echt heel snel open voor jullie. Heel snel, ja. En even kijken, er staat iemand voor. De Simba Coaster en Disney Tour. Waar heb jij trek in, Leroy? Niet in friet, mag ik hopen? Nee, ja. Ja, dus... Het zijn allebei wel achtbanen, hè? Maar Disney Tour niet. Nee, die duurt heel lang. Zullen we de Simba doen dan? Ja, kan wel even. Dat vind ik wel in, want misschien leuk, jullie weten inmiddels wel, maar de Simba Coaster heeft natuurlijk wel een upgrade gekregen. En Simba 2.0? Ja, zeker. Oh. Popcorn, hallo. Lekker. Lekker popcorntje, nou ja. Ik ga eens verder lopen. Ik loop over het pad hoor, want anders krijgen mijn boots krijgen echt heel veel sneeuw in de laarsjes en dan krijg ik koude voeten. Ja, koude tentjes. Oh, en dan wordt het gewoon al geopend voor ons. Echt waar, hè? Oh, wauw. Ja, ja, ja. En zoals je ziet, hier zijn we een wachtrij. Er staat dat die open is inderdaad, zoals we eerder al zeiden. Open en gesloten. Oh, en... 10 minuten. 10 minuten, oh, wauw. Ik hoop dat... Vanaf daar, hè? Misschien, ja, vanaf daar. Dus oké, ik ga een keer links, want heel veel mensen gaan altijd rechts. Ik weet niet wat het is, maar dat is een soort rechts. Tik. Heel veel mensen gaan altijd rechte baan. Dus mocht je dit zien, neem ook gewoon eens de linkerbaan. Want die is even leuk, denk ik. Gok ik. Er ja. Zijn echt heel veel mensen in me. Maar ik zie nog geen karretjes. Ik zal er eens even Jelle helpen. Misschien heb jij, ja, zou jij eens even eentje doen. Ik ben benieuwd of ik erin kan, want er staan zoveel mensen. Ja, ik zit helemaal vooraan. Ik had goed geklikt. En Leroy, ga je ook... oh, jij gaat niet vooraan, Leroy. Ja, je zit wel in. Nee, er zit al een rendier in vooraan. Oké, ik ben benieuwd wie hem start. Ik denk dat DJ Jelly hem gaat starten. En nu gaan we dus kijken naar de Simba Coaster. En hij is langer geworden, 2 keer langerder. Als ik het goed zeg, langerder. Is dat een mooi woord? 2 keer langer. 2 keer langer. 2 keer zo lang. 2 keer zo lang, ja. Dan de vorige Simba. Dus we hebben het gebied nog extra mooi gemaakt voor deze achtbaan. En daarom duurt de achtbaan nog... Ik denk dat het wel bijna een van de grootste achtbanen is van het park. Het zou best kunnen. En een unieke, want het is een racer. Het is zeker een racer. Dus absoluut. En het is ook de enige racer. We hebben er maar 2 van. Ja, Cars eigenlijk. Nee, hè? Cars ook, hè. Ja, ja. Maar officieel of dat een achtbaan is, weet ik niet. Maar dan denk ik dat dit wel de enige achtbaan dueling coaster is, denk ik. Ja. En het leuke is ook, kijk, we zijn nu allebei tegelijk, hè? Ja. Mooi is dat, hè? Kijk. Oh, die kikker zit er weer. Oh, jeetje. Nou ja, ik heb 2 man, jij 2 man, het is wel eerlijk. Dus ik ben heel benieuwd. Of Michiel moet verraden. Nee, hij geeft een startschot. En nu gaan we weer keihard. Schot. En dan gaan we in de Lion King tunnel, hè, is dat eigenlijk officieel. De Lion King tunnel, de grot. De grot. Ja. En de beer? Oh, die heeft ook van die grote pupillen. Ja joh, die vindt het eng als jij natuurlijk aankomt met zo'n karretje. Zo, ik zou ook, jeetje. Het is sexy iedere keer een hoedje. Absoluut. En de leeuw staat hier. Oh, je is het voor hoor. En nog een leeuw. Ja, absoluut. En vanaf hier is het veranderd qua layout. We gaan nog een keer de grot in eigenlijk. Grot, ja. En je gaat helemaal naar beneden. En ik zie nou ook dat de grot iets te weinig details heeft, maar daar gaan we nog zeker een keer naar kijken. Dat valt je gewoon op hoor. Als je een keer een actie doet, dan normaal zie je dat niet zo. En dan hij gaat onder. En nu ga ik onder. Woe. Oh, je staat voor hoor. Wij hebben de binnenbocht. Nee. Wij hebben de binnenbocht. Ja. 2 binnenbochten heb ik. Chips. Oh, ja. Kom. Nog een binnenbocht. Nee, wij hebben de binnenbocht. Shit. Wij hebben hem. Shit. Ja, nee. Gas. En ik heb een achievement gekregen waarschijnlijk. Oh, dat krijg ik dadelijk pas. Yeah, ik heb gewonnen. Mooi zo. Vergeet uw bagage niet. Nee. En ik krijg het achievement bezoek de attractie Simba rechterbaan. Kijk eens. Ja,
En we zijn er. Yes. Ik ben er weer. Mooi zo. We gaan naar de uitgang. Ja. Staat hier op bordjes. Dan weet je gelijk ook waar de uitgang is. Mocht je... Hallo. Nou, dat is wel eerlijk. Jij hebt vorige keer gewonnen met Cars en nu ik met Timon. Hallo Timon, wat verkoop jij? Het is allemaal leeg verkocht hier, zie je het? Ja, het is uitverkocht. Uitverkocht. Nou ja, goed Timon, dan zien we je volgende keer wel. Ik had wel gehoopt op een foto. Ik trok zo'n gekke mel. En hier nog een leuke ja, thema hier een beetje. Leuk. Beetje een sfeerimpressie kan je kijken. En hier is een soort van... Oh, jij gaat de bordjes gelijk vervangen. Hier kan je ook wat dingetjes kopen. Er staat geen achievement, heel merkwaardig. Dus misschien is dat een hint voor als jij volgende keer deze video hebt gezien, dat daar misschien wel een achievement staat. En ik ga naar buiten en ik wacht dadelijk op Leroy even netjes. Hé, hey, kom eraan. Is goed. Dat is mijn tik om bordjes aan te passen. Nee, maar zeker dat er zoveel... Maar zo is wel leuk om te laten zien dat we elke keer bezig zijn met bordjes. En wij gaan deze kant op, want wij gaan namelijk iets heel vets doen, hè Leroy? Oh, wat? We gaan Sneeuwwitje ontmoeten, want die staat namelijk... Elke dinsdag, ik noem maar wat. Elke dinsdag staat zij hier met een appel. En ik zie er staan. Ja hoor, daar staat ze hoor. Het is dinsdag. Ja. En wij gaan haar begroeten. Hallo Sneeuwwitje. Meet and greet met Sneeuwwitje. En mensen gaan op die plate staan. Mag ik ook op de plate, jongens? En dan krijg ik een achievement. De appel. De verloren appel. Nou, wauw. Die heeft ze vast. Ja, die heeft ze vast. Inderdaad. Maar ik hoop niet dat het te giftig is voor haar. Oh nee, dat is het wel rooi, hè? Want anders valt ze weer in slaap. Niet weer, hè? Maar het park heeft al veel met Sneeuwwitje. We hebben een Sneeuwwitje jump map, we hebben een Sneeuwwitje attractie. En we hebben ook nog eens de NPC staan. Dat hoort, hè, met Disney. Absoluut. Zeker niet negatief. Even kijken, hoor. Nou, waar kunnen we heen? Alice Dolhof, Reuzenrad. Ik wil het Alice Dolhof wel eens even met jou doen. Want dat is ook een automatische attractie. Zullen we die doen? Ja, ik heb daar ooit eens een hele nacht in vastgezeten. Een hele nacht? Oh jee. Een hele nacht. Stille nacht. En iedereen was weg en ik kwam er niet uit. Mensen gaan mij niet achtervolgen, want ik kan dit soort dingen niet. Oh, ik ben al een soort van verder al gekomen, zonder dat ik echt wist van waar ik naartoe ging. Maar nu ben ik al gelijk vastgekomen hier. Is dit serieus helemaal dood? Loopt dit? Nee. Oh, dat is wel naaien met die grote sprieten. Genade, sprieten, Ik heb het zelf gemaakt en ik vind het al vreselijk om te doen. Hé. Hey. Even kijken hoor. Volg me niet, jongens. Ik kom er zelf ook niet uit. Iedereen volgt, ja. Is dat zo? Ja, maar dat moet niet zo. Het is net Twitter. Ja. Ja, want ik weet niet, Leroy, jij bent er niet in gegaan? Jawel, ik ben in de buurt. Ik zie jouw nametag wel. Oké. Ik denk dat dit wel een goede kant is, hoop ik. Ik hoop niet dat daar ik vastloop, want dat is wel het nadeel van zo'n doolhof. Soms loop je heen rot en terug. Ja. Zo. Want we hebben ook een spookdoolhof, hè. Dan ben je helemaal blindness, dan zie je helemaal niks. Nog vervelender. Zo, en dan hele enge monsters en geluiden in dat doolhof. Poeh! Maar Leroy, jij zit voor me. Heb je al zo'n stuk gelopen? Ja, ik... Het is ook echt een niet normaal groot doolhof, hè. Het is echt groot. Als het goed is, heb ik het nog zo slecht niet gedaan. En ben ik nou bijna bij het einde uit mijn hoofd. Ja, dat gaan we niet doen, hoor. Maar zo vaak heb ik deze niet gedaan, hoor. Ik heb toen heel die nou vastgezeten, dus ze zien ook een beetje trauma. Yes, ik heb hem al gehaald. Nou, kijk eens. De Disney Dolf, dat ging best wel snel. Ik denk dat ik wel een record heb gezet voor mezelf. En ik denk dat ik even wil zien in het reuzenrad hoe dat eruit ziet, dat Dolf. Want dat kan je namelijk in het reuzenrad doen. Let maar op. Dan kan je een heel mooi overview krijgen van een Dolf. Dus ik ga even hier zo op de plate. Bezoek de reuzenrad. En elke keer als je op een plate staat in het midden, dan ga je dus een verdieping hoger. En ik denk dat wij nu bijna op het hoogst staan. Ja, ik ben er ook uit. Ik dan naar beneden kijk, dan zie ik een stuk van de Dolf. Wauw, dat ziet er gaaf uit. Ik ga nog wel een beetje naar beneden. Want dan zie ik misschien nog beter Dolf. Kijk eens. En we hebben zelfs dingen nog niet gezien in de Dolf. Zoals die waterval, daar ben ik helemaal niet geweest. En dat huisje heb ik helemaal nog niet gezien. Waar je ook zelfs in kan. Oké. Dus we kunnen Dolf zeker nog wel ooit een keer doen. Of jullie kunnen dat doen en dan kan je het ontdekken dat er nog meer te ontdekken is, zeg maar. En wat is trouwens hier deze Main Street huisjes? Leroy, waar ben je? Ik kom eraan. Oké, ik ben bij Rovi's gebakshop. 24/24. Open als je maar betaalt. Oh, nou lekker zeg. Oh, ik zou niet naar binnen gaan hoor, want echt, ik ken Rovi een beetje. Wat is dit? En die pakt er niks van. Alle macarons. Macarons? Macarons. Aan 3 euro per kilo. Ik ga zo over de plate. Hebben wij een achievement? Ja, taartensoep. Taartensoep? Okay. Taartensoep. Tijd voor taart. Oké, wauw. Nou, daar hebben we een achievement gehaald. Mooi zo.
En we gaan eens kijken, want we hebben hier nog een we hebben hier nog een Rimboe Adventure Dark Ride. Dat is leuk. Oké. Genoeg te doen eigenlijk, hè? Ja. Heel opvallend. Ga je door het café, zie je wat te doen? Nou, hier staan nog wat taarten verkopen. We verkopen heel veel taart in die Main Street. Mooi taart, ja. Ja, heel veel taart. En wat is hier trouwens? Gerrits Kruidenzaak. Maar die is echt... Nou, die is serieus 24/7 open, maar die staat altijd dicht. We weten niet wat er aan de hand is. Deze kraam staat open of dicht vanaf het moment dat hij er staat. Of dat hij ingetrokken is. En we weten nog steeds niet wat er nou aan de hand is. Dus misschien wordt het ooit ontdekt. Ik heb Gerrit hier ook nooit gezien, hoor. Nee, zeker. Heb Gerrit hier ooit gezien? Nee, Gerrit nooit. Nee, absoluut niet. En zo zijn we een rondje gelopen. En Leroy, kon je eigenlijk vragen? Zullen we alsjeblieft in een van de eerste attracties gaan van het park? Ik wil het alsjeblieft even één keer doen, alsjeblieft. Oké, vooruit. Is goed, en dat is namelijk, hij staat hier tussen. Het is namelijk de... Ik ga redden! Wonderworld! Wonderworld. Ik denk dat de VIP hem gaat openen. Ik denk dat Michiel hem gaat openen. En ik ga heel erg aandringerig staan hier. En dan wacht ik tot de Dark Ride Wonderworld... Tegen die deur aangeplakt. Wat is er? Aangeplakt. Zo tegen die deur aan. Ja, gewoon... Ja. En een Dark Ride. Dit is wel een hele leuke Dark Ride. Want dit is namelijk de enige Dark Ride... In ons park waarin je hangt met de karretjes. En is dat ook leuk? Wacht even. Ik wil je wat bijzonders laten zien. Want jij hier dit gouden blok. Ik zie hier een goud blokje. Weet jij wat dit gouden blok inhoudt? Nee, en ik denk dat mensen nu ook niet weten wat het inhoudt. Ik weet echt niet. Zal ik het vertellen? Ja. Dit was de eerste officiële spel van Disneycraft. Die zat hier, op dit punt. Serieus? De eerste spel. De eerste spawn zat hier dus. Oh, wauw. Ja, die zat hier. Op het fanshekje. Dat is leuk. Ja, maar toen was het er ook nog niet. Wauw. Zo oud. Dat was echt de allereerste. Allereerste spawnplek. Wauw, dat is echt fantastisch. In de Wonderworld, want dit is ook eigenlijk de allereerste attractie, hè? Ja. Een van de eerste. En ik mag nog in een karretje. Ik ga nog even mee, eentje. Er was één karretje bewaard voor me. Heel lief. Oh, dat is jammer. Ja, en ik ben benieuwd wanneer we gaan starten. Ik ben er klaar voor. Het is echt een hangattractie. Oh, daar gaan we hoor. Oh, Leroy. Daar gaan ze. Ik ga. Veel plezier. Wens me succes. Ja, ik wacht wel bij de uitgang. Is goed. En ik sta zelfs in de attractie. Leroy, heb je het gezien? Ik sta in de attractie. Nee. Ja. Wauw. Wat dan? Ja, ik sta er gewoon in. Madame Tussauds. Zoiets, denk ik, ja. Oh. Wauw, dat ziet er leuk uit. Hè? Ik kan het niet zien, want ik sta hier bij de uitgang met een heleboel andere mensen om je te wachten. Oké, dan zie ik je zo. Dit is een attractie waarin je magische Wonderworld gaat. Het is een beetje gebaseerd op Droomvlucht, dat moet ik eerlijk zeggen. Maar we hebben natuurlijk een attractie nog meer gebaseerd op Droomvlucht. De logica trouwens over de Dark Ride die hangt, want onze Disney World, dat is namelijk een attractie die... Hij loopt een biertje. Die bij je ook hangt en waar we echt nou die heeft de grootste decoratiescènes die we ooit hebben gemaakt in een attractie in Disneycraft. Dus dat is leuk om te ontdekken. Die zit onder in het kasteel, maar misschien gaan we die nog wel doen met een aflevering. Jawel. Maar Leroy en ik hebben vast... Of je komt het gewoon lekker zelf ontdekken. Ja, je komt het zelf ontdekken. Ja, misschien is dat leuk, ja. Want, maar Leroy en ik hebben pas geleden in de Droomvlucht gezeten. En ja, deze scène komt me zeker bekend voor. Was het mooi, hè? Ja, heel goed. Eigenlijk, we hebben één keer gegaan en ik vond eigenlijk dat we twee keer moesten, maar we hebben gekozen voor Fata Morgana. Ja, kan ook. Dat kan ook toch, ja. Ja, allebei mooie attracties. Allebei gave attracties, inderdaad. Gewoon een attractie die je eigenlijk wel twee keer kan doen. En vooral ik hoop dat de mensen de video's hebben gezien, trouwens. Dat zou best wel kunnen, want die zijn waarschijnlijk al uitgekomen, inderdaad. Dat best eens kunnen. En ik ga nu naar het Elfenbos, om het zo te noemen, vanaf de planeet naar, of het Trollenbos eigenlijk. En ik zie Mickey Mouse staan en zodra wij komen met het karretje... Het Trollenwoud is het eigenlijk, hè? Ja. Niet het Trollenbos, maar het Trollenwoud. En Mickey Mouse staat hier helemaal onder. Hallo Mickey. Hij stoot net zijn hoofd niet door het karretje. Hij staat daar heel gevaarlijk. Hallo Mick. En Tinkerbell staat hier in een heel magisch huisje. Helemaal leuk gethematiseerd, een heel bos hier. En het is leuk om te weten. Maar helemaal achterin hebben we heel veel diepte gemaakt in de attractie. En ook daar achterin waar je nu kijkt, daar is de hele toren, staat daar. Dus de toren van Wonderworld. Vanaf de buitenkant gezien dan, hè? Zo. En we gaan nu naar de eindscène. We gaan door de blaadjes heen. En een stukje water gaan we als het goed is overheen. Kijk eens, een mooi stukje rivier. En hier staan een aantal, Jens staat hier en Dennis, grappig.
Die zie je heel vaak verschijnen in attracties. Dat is wel grappig. En ik zie ook eentje in het water. Oh, en het vuurwerk komt er al. Jeetje, wat een surprise hier. En we hebben een achievement gehaald. Bezoek de attractie Wonder World. Kijk, het gaat lekker hier, hoor. Ik heb al aardig wat achievements. Ja, het gaat super goed. Nou, we gaan er ook wel even in. Bezig. Kijk, we gaan er ook in. We willen nog een ritje. En wij gaan eigenlijk iets heel gaafs doen, Leroy. We gaan eigenlijk iets heel vets doen. Vertel. Zullen we even hier erop in de hoed gaan lopen? Of gaat je per se dan een beetje trippen door al het hout van de fences? Dat hout, hè. Die houtworm, dat vinden we per se niet zo leuk. Dus... Nee. Zullen we een andere route nemen dan? Zullen we de omweg nemen? Ja, we nemen de omweg. We gaan niet via de... Ik ga wel even niet op sneeuw lopen, dat is vervelend. Leroy, excuus. Even... Oh, ja. Jij zit in de verkeerde! Echt? Oh, sorry. Pst. Mannen. Het ligt ook allemaal sneeuw binnen, joh. Ja, joh. Nee, jongens, weg. Nee. Privé. Iedereen wil kroelen. Weg. Ja, nee, kroelen, dat kan niet. Ik moet even... Nou ja, ik doe het wel ergens in een bosje. Ja. Dat heb ik niet gehoord. Dat mag helemaal niet, want wij zijn... Nee, terug, je mag niet op het plantje staan, hè? Natuur. Nee, precies. Want dus dan kom je ontslaan. Inderdaad. Ontslaan? Ja, nou, sowieso doen we gewoon. We lopen even nog heel kort door de Main Street, want ik heb het gevoel, Leroy, dat we nog niet alles hebben gedaan. Nee, we hebben nou wel het park gezien. Ja. Ja, nog niet helemaal, want nee, je kan twee niet dagen besteden om alles te zien. Zeker. Maar dat zeker. Dat zeker, Vincent. Dat zeker. Maar we hebben nog twee andere delen in ons park. Hè? Of ja. in Disney Crib, laat ik het zo zeggen. Ja. En dat is natuurlijk Duckstad en de studio's die ook binnenkort worden geopend. Je kan er al wel een beetje in, een beetje rondsnuffelen en zo. Maar het is nog niet officieel open. Oké, okay, had de woorden uit mijn mond. Ja. Wanneer we daar naartoe gaan, ga ik wel eerst even de heerlijke middagmalen kijken. Of er al middagmalen zijn, want ik heb wel trek gekregen. We hebben heel lang gelopen. Ja. En als het goed is, ja, ik weet niet wat we hier kunnen boven vinden. Wat zien we hier? Nog allemaal. Oh, we kunnen hier gewoon een keer lunchen. Oh, dat kunnen we wel een keer gaan doen. Een lunchcafeetje. Ja, ja, maar niet nu, want we moeten door. Ja, we gaan door. Mensen wachten. Maar misschien ook even als geheimpje nog even iets leuks laten zien aan de mensen. In dit aparte huisje. En dat huisje is helemaal met een TNT van Constantin gevuld. Oh nee. Ik durf er zelf niet in. Maar misschien als jullie kijken. Ik laat even een voorbeeld zien. Zie je hier zo'n pleat om zo'n TNT blokje te kopen. Ik wil het nu in deze aflevering doen. En laat ik zien hoe het in zijn werking gaat. Disneycraft geeft geen geld terug. Bij aankoop verliest u 2500 coins. Want de TNT van Constantin kost 2500 coins. Als u in de min staat, kunt u geen huizen meer huren. Dat klopt. Maar je kan dus ook geen achievement geld meer halen. Maar ik heb genoeg punten, want ik heb genoeg geld. En ik heb dus 2500 euro betaald voor het Constantin blokje. Dus ik heb nou gewoon de TNT van Constantin. Leroy. Oh nee, als dat maar goed gaat. Kijk dan, ik heb hem gekocht. Oh ja. En nou kan ik weer sparen voor nieuwe dingen, nieuwe items. En die items staan in het kasteel beschreven welke items je kan kopen die verspreid staan in Disneycraft. Dus onthoud de plekken waar ze staan. En als je genoeg geld hebt, kan je hem halen. En ik zie hier, die Cas heeft al een stukje cactus. En hier, Jelly heeft al een stukje taart. En hier zie je een... Die is exclusief, die taart. Ja, is exclusief. Zeker. En een Wally steentje en een appel. En cactus. Ja, ik weet het, je hebt een cactusje. Ik vind het knap hoe je hem vasthoudt. En hier een emmertje, een popcorn. Popcorn is het eigenlijk. En hij heeft een string uit het Wilde Westen. Een lasso. Ja. Nou, ik vind het allemaal heel vet. Ik heb een zwaardje. Mijn epische dino-zwaard. En Jelly heeft ook nog een stukje friet uit... ik weet niet waar je dat haalt uit mijn hoofd. Ze zijn gewoon verspreid over de map. Dus zeker weten leuk om een keer nieuwsgierig te gaan koekeloeren. Absoluut. Ik ben heel benieuwd. Want ja, ik weet nog niet wat we precies gaan doen. Maar jij bent... de hulp. Maar we gaan eerst even door de hub heen, hè? Ja, door de hub. Door de status. Wat heb je allemaal aangepast, Leroy, hier? Wat kunnen we allemaal uit opmerken hier? Ja, eerst stond alles een beetje door elkaar. Het stond op een beetje onlogische manier ingedeeld. Ja. En nou is het ingedeeld op besturing. Dus op... Ik weet niet waar jij bent. Hierzo. Ook daar. Ja. Op dit bord staan alle VIP-attracties. Ja. De status ervan, de warp, et cetera. Ja. Loop je verder, dan staat hier nog eentje, VIP. En dan komen dan de ondergang en de divecoasters komen daar binnenkort ook nog bij. Maar we zijn nog in onderhoud. Gaaf. Ja, zeker weten, ja. En de piratendolf, staat die daar ook nog ergens bij? Die zal denk ik niet hier staan.
Okay, die zal aan de andere kant staan. Oké, prima. Leuk. Dit zijn de zelfbesturingsattracties, dit zijn er 4. Dan ga je gewoon heel simpel op een plaats staan en dan komt er binnen enkele seconden een treintje aanrijden. Oh, leuk. Dus deze attracties kunnen jullie gewoon als bezoeker zelf bedienen. Dus dat is echt heel gaaf. De Donalbijn, het zijn wel echt wel echt mega vette dark ride attracties, dat moet ik wel eerlijk zeggen. De Wally dark ride, de Rivercraft en de Small World. Nou, dat zijn echt hele grote dark rides. Die hebben speciaal voor jullie, voor bezoekers, dat jullie zelf kunnen bedienen. Maar je vergeet wat, want er zijn ook nog 4 overige warps. Oh. En die zijn nieuw. Oh, ik ga eens kijken. Oh, daar heb ik gewoon overheen gelezen, zie je? Dat doen bezoekers ook nog wel eens. Die lezen ook wel eens af en toe over dingetjes. Ja. Wat is dit dan? Disneycraft Coin Systeem. Het Disneycraft Main Street. Het kasteel. En de warp live kan je af en toe ook nog wel eens inderdaad. Tijdens het bouwen kan je inderdaad... Als het logotje blauw is, dan kan je er naartoe. Ja, maar nu is die rood, dus we hebben geen live bouwen. En soms dan bouwen we geheim aan dingetjes. En dan mogen jullie daar helemaal niets van weten. Maar soms dan zijn er VIP's nieuwsgierig of bezoekers. En die gaan dan door heel het park zoeken om te kijken... waar zal Vincent of de crew gaan bouwen. En ja, dat is ook leuk. Even kijken. We hebben hier het Sprookjesbos. We hebben hier een beetje de loopattracties, merk ik. Is het allemaal bij elkaar? Het zijn er echt een hoop, allemaal. Maar echt fantastisch. En hier gaan ze door zelfs. En hier zien we dan nog zelfs de automatische attracties. Dus de attracties, die is dat dan geen zelfbesturing? Of nee, die gaan eigenlijk altijd automatisch. Continu gaan die door, inderdaad. Nou, dat is inderdaad een handig iets. En ik zie ook een hele mooie flamingo hier staan. Maar die is eigenlijk met Halloween is die nooit weggehaald. En er staat ook allemaal gele sneeuw. Absoluut. Wil je mijn gladde veren voelen? Ze zijn zacht. Oh. Nou ja, ik vind hem wel een schatje. Ja. Wel een beetje creepy. Wel een beetje Halloween sfeer. Ja. Kunnen we nog hier doorheen? Ja. Want wij gaan namelijk in de volgende aflevering. Dat is misschien een beetje... Ja. Ja. We gaan in de volgende aflevering gaan wij namelijk iets leuks doen. En het is namelijk hier in de buurt. Dus ik zou zeggen bedankt voor het meedoen iedereen. En leren we ook voor het meedoen aan deze aflevering. En ik hoop dat jullie het leuk vonden. Vergeet niet een like te geven. En abonneren kan in het midden van het scherm. Dus ik zie jullie hopelijk in Disneycraft. Toch? Doen we. Doei. Doeg.